ontzettend fijn dat ik dit de tweede editie van de Uitmarkt in Bemmel mag openen. En ja, vorig jaar was de eerste keer, toen was het onderdeel van de cultuur. Dat was in alle kernen, op dit moment alleen in Bemmel, zeg maar. Maar het is ook de start van het nieuwe seizoen. En er is ontzettend veel te doen. En ja, ik moet dan natuurlijk altijd wel de organisatoren bedanken. En dat zijn er best een heleboel, dus dan moet ik ook even spieken. Dat is de Lingewaardse cultuurmakelaar Klink. Top uiteraard, Stichting Muziekgezelschappen Bemmel, het kunstlokaal uit Bemmel en uiteraard de ondernemingsvereniging uit Bemmel. Nou, dank dat jullie dit weer wilden organiseren. Daarmee maken jullie Lingewaard toch altijd weer een beetje mooier en leuk. Beste allemaal, ik vind het heel leuk dat mijn eerste officiële taak als kinderburgemeester vandaag is. Cultuur lijkt vaak iets van volwassenen, maar dat is niet zo. Dat kan iedereen straks zien aan de kunstprojecten van 4 basisscholen uit Bemmel. De leerlingen hebben deze in samenwerking met kunstvakdocenten en de ondernemersvereniging Beleef Bemmel gemaakt. In 24 etalages, verspreid door het centrum van Bemmel, kan iedereen de kunstwerken bekijken. Het overkoepelende thema hiervan is recycling. Deze kunstwerken blijven een week hangen. Kinderen kunnen speurtocht doen langs de etalages en kunnen daarmee een ijsje winnen. Natuurlijk is er veel meer te doen. Er zijn optredens op 2 podia, op de markt en in de zalen van de theaterkerk. Hier kun je gaan kijken en luisteren naar theater, dans, koren en muziek. Verder zijn er ook marktkramen, infostands van culturenverenigingen. Ook is er een expositie van verschillende kunstenaars. Ik wens iedereen heel veel plezier vandaag. Geniet ervan. Het weer is geweldig. En tot de volgende keer. Mensen, het is vandaag weer een prachtige dag. Allerlei verenigingen in Bemmel zijn weer vertegenwoordigd op onze uitmarkt. Het is misschien even handig om vanmiddag even eruit te lopen. U moet toch nog even boodschappen doen. Loop even over de markt en ga even kijken wat er allemaal te koop is in Bemmel voor de komende winter. Ik mag erop attenderen. Het is de historische kring waar ik van ben. Maar ik sta hier voor alle andere verenigingen die ook hun dingen hebben uitgestald. En u moet toch eens komen kijken, of misschien is het toch wel een aardigheidje, dat u toch eens even een kijkje neemt wat we allemaal doen en misschien lid wordt. Hallo allemaal, wij staan hier met een groep vrijwilligers op de Uitmarkt in Bemmel. En onze bedoeling is eigenlijk om nou alle mensen hier langs te laten komen en enthousiast te maken voor het fort. Wat je hier ziet, is onze tuk-tuk. Daarmee kan u van en naar het fort toe rijden, gratis en voor niks. Kijk maar, gratis vervoer voor bezoekers. Nou, iedereen vindt het geweldig. En hier op ons, op het scherm ziet u een aantal dingen die te beleven zijn op het fort. Maar ook het fort zoals het is. En u ziet daar welke activiteiten er vrij toegankelijk zijn en welke met een ticket of museumkaart. Ik zou zeggen, als je nieuwsgierig geworden bent, kom naar de Uitmarkt en kom naar het fort.
meegenomen. Arne en Leona hebben de tweede dan. Dat betekent dat ze het tweede niveau hebben binnen die zwarte band.
Binnen de zwarte band zijn er 9 levels, 9 dangraden. Als je de zwarte band behaalt, dan ben je... Thanks for watching. Please like and share the video in social networks and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.